de bibliotheek gaat dicht. En hoe ga je dat aanpakken? Zodra er een persconferentie is, dat je meteen weer maatregelen moet nemen op dingen die zijn besloten vanuit het kabinet. Dus het is, je bent continu in beweging. De bibliothecarissen en de bibliotheekmedewerkers, ja, die zaten eigenlijk allemaal niet zonder werk. Maar de boekingen in allerlei steden in onze stad, in Amersfoort, in Arnhem, en dat ging niet hoor. Dat wij onze spreekuren niet meer fysiek konden draaien. Dus net als alle andere organisaties moesten wij op stel en sprong alles omgooien in maart. Ja, de ergste gevolgen van corona zijn toch wel dat we ons publiek missen, hè? We missen ons inkomen. Wij als studentenraad vrezen eigenlijk dat de combinatie van de drie punten, dat ze misschien gaan stoppen, een studieachterstand hebben of dat ze blijven zitten, alle drie een hele grote rol spelen. Er zijn natuurlijk niet genoeg stageplekken, maar we zijn ook heel erg bang dat de studieachterstanden steeds meer opvorderen. Wij zien vooral dan, hè, voor de wetswinkel zelf dan, dat er een enorme toename aan hulpvragen is. En dat is natuurlijk op zichzelf wel zorgwekkend. Mensen die wat minder taalvaardig zijn, die digibeet zijn of denken aan mensen met een psychische kwetsbaarheid of sommige senioren, dat als dit langer duurt, dat het steeds moeilijker zal worden om mee te gaan. Door alles digitaal en online te hebben, mis je de human touch, gewoon het contact tussen jou en mij. De meeste mensen die zitten natuurlijk helemaal online, die zitten op Netflix, die zitten op YouTube. Nou, en daar valt natuurlijk nog heel veel te halen, met name voor het filmhuis. Wat ik zie in de wijken is dat er steeds meer echt wordt samengewerkt tussen verschillende partners. Je denkt aan de gemeente, aan de woningbouw, aan de wijkagent. Wat ik hoop is dat we die flexibiliteit vooral heel erg kunnen bewaren. Nu is iedereen digitaal. Dus voor mij is het misschien zelfs makkelijker geworden en kan ik nog veel sneller schakelen met iedereen. Door een voorbeeldfunctie neer te zetten. Laat maar zien dat er bij de gemeente veel mensen thuiswerken en dat werkt. Ik denk dat het belangrijk is dat de gemeente goed contact houdt met de professionals in de wijk. Ook met de bewoners in de wijk, om te horen wat er speelt. Het zou heel fijn zijn als de gemeenten daarin wat makkelijker zijn in vergunningverleningen voor buiten events. En dat duurt soms echt wel maanden. Een warm hart toedragen, want het gaat natuurlijk niet goed in de kunstsector. In ieder geval niet gaan bezuinigen. Kijk naar wat voor oplossingen kunnen we bedenken voor dit probleem en denk een beetje out of the box.